Welkom bij de Let's Play van King of Fighters 17? 14? 15? 14. 14, denk ik. Ik denk 15. Ik sta hier in het main menu. Ik, even kijken. Wat doe je nou, joh? Ik ga kijken. Klootzak, ik heb hier toch de main controller. King of Fighters 15. We zijn een 15. En dit is het main menu waar je hierin kijkt. En ik vind het een vet fucking menu. Kan ik je vertellen. Ja? Ja. Het heeft voor mij een beetje Super Smash Bros. Melee vibes. Ja? Qua font en kleurgebruik, maar. Ja, ik snap de hoofd, de kopjes. Anyways, het menu is natuurlijk niet het leukste om naar te kijken. Jullie willen ons tegen elkaar zien vechten. Ja, want wij zijn de grote vechtersbaas hier altijd, toch? Nou ja, team versus. Dan gaan we tegen elkaar. Gaan we 3 tegen 3 of 1 tegen 1? Laten we 1 tegen 1 doen. Oké. Zo, ja, we kunnen ook met elkaar. Nee, fuck dat. Dat willen mensen niet zien. Waarom zien we een bureaustoeletje? Weet ik niet. Oké, weird. Jij moet nu jij? Drukken. Nee? Nee, dit was ik. Start moet je drukken. Wat gek. Ik dacht dus dat ding, deze en de tuts. En ik moet zeggen, ik vind vergames zo fucking cool, ouwe. Kijk nou, wat een coole fucking character. Ik kan er echt alleen helemaal niks van. Jawel, man. Nee, dat is hetgeen wat me echt altijd irriteert. Ik vind ze zo cool. Maar je moet hier zoveel tijd aan spenderen. Tijd en energie om hier goed in te zijn. Ja, ik ben wel weer toe aan een vet fightertje, hoor. De laatste die ik echt, echt bruut vond. En dat heeft meer met de stijl en de content te maken. Was Dragon Ball Fighters. Maar Mortal Kombat bijvoorbeeld ook altijd. Ramon. Gruwelijk, hoor. De blond Ramon. Ja, wie ga ik kiezen? Ja, ik ben niet zo bekend met deze Kukri. Met deze characters. Die is heel... Of Fatal Fury petje heeft hij. Dat is amazing. Ik denk dat ik even... Vroeger is dit Ryu tegen Ken? Gaan we gewoon Ryu tegen Ken doen? Ik wou zeggen, vroeger had ik echt blind voor deze gekozen. Nou, doe het toch. Kies ik daarvoor. Je hebt een Muay Thai fighter, zie ik al. Ja, even kijken. Het moet wel een sexy broekje zijn. Rood. Oh, zeker. Zeker grijs. Wat is dit? Nou, dan ga ik naar level 5. Ik ga net zeggen, maar echt. Ik begin het nu al. Even random. L3. L3. Dat is L2. L2. L3 is dit. Dit. Doet niks. Oh, ik het moet doen. Jij moet het doen, bedoel ik. Godver, man. Ik ben player 2. Maar King of Fighters. Ah, met een kaart. Het zag er wel altijd echt super, super blij. Ga je dit met het pokey doen of met de natuurlijk, druk? Fighters doe je met D-pad. Ja. Ja, nou... Ik probeer gelijk... Ah, ik doe dat ook in! Ah, let's see, motherfuckers! Oh my god, ik krijg helemaal ass gekickt hier. Het is echt 2 bejaarden die seks proberen te hebben. Nou, daar lijkt het op. Even kijken. Wat... Ze willen wel, maar het kan niet echt. Het lukt niet echt. Oh, kijk. Godverdomme, je hebt een echt vette reach, maat. Godverdomme. Huftek! Hey, wat doe je nou? Ja... Godverdomme, ga je nou cheesen, dude? Fuck jou! Godverdomme. Ik doe alles om te winnen, ja? Nee! Oh my god, het is bijna zo ver. Ho! Ja, springt hij er gewoon in, hè, ik? Ja! Verdomme, wat een smerige tyfushufter, jongen. Ik haat fucking fighters. Snikkelbaard. Het zag er echt kansloos uit voor mij, halverwege. Maar jij hebt max mode aan. Max mode staat op oké. Ja, dan krijg je dit. Oh, dat was mijn max mode. Ik heb geen idee wat dat doet, maar... Het is gewoon harde fucking shit die ik je dan geef. Jezus! Pakkie. Pakkie geven. Klein pakkie geven, hè? Dan ga ik. Kijk hem. Het vecht lekker. Nee, dat vind ik dus niet. Ik kan er echt helemaal niks mee, maar misschien ligt het aan de character, hoor. Ja, het ligt er in. Zo fucking geef je mee. Je kan dus ook een guard. Kijk, je hebt een guard meter. Meen ik? Ik ben er nog niet helemaal achter gekomen hoe je doet. Hoe guard je precies? Oké, juist hem. Ah, kijk hem! Godverdomme. Pantje met een dik proberen laag te. Ja, die weet ik nu. Hoe doe je dat? Je doet het. Dat is wel een soort van specialtje. Wat je hoe ik normaliter een Hadouken doe, zeg maar. Ja, precies. Want daar ben je zo goed in. Godver.
Ja, dat speeltje naar beneden, rechts en iets, vriend. Ja! Wat verdomme diefenshuft met dit smerige cheese fucking slimeball weer te gok. Alleen maar fucking low kickjes. Het maakt niet uit. Smerige godhuft. Ik ben gelijk, als je dit nog één keer doet, dan ren ik hier de studio uit. Nee, maar ik kies echt iemand anders. Want deze, ik kan echt niks met hem. Dit vocht echt verschrikkelijk. Even kijken. Ik zie dat niet mijn karakter is. Oh, kijk nou, roze. Kies ik voor Terry Bogard? Terry Booger? Of kies ik voor de King of Dinosaurs? Nee, ik ga niet met fucking dinosaurus. Dat is echt niet oké. Ramon! Ja, Ramon is nice. Ramon. Gamon. Ik wil iemand die toch een duistere ziel heeft, die gekrenkt is. Deze. Wolverine. Fake Wolverine. Master Chief Wolverine. Iron Man. Ja, ik zit even te kijken of zoiets... dit is een vette kleur combo. Is het een new training stage? Random. Clarky. What's up, Clark? Toch vind ik pixel art fighters vind ik mooier. Mm. Ik vind dit wel een vette artstijl. Ja, ja, dat wel. Er is niks mis mee. Oh, ik kijk hem. Hij botst hem even hard erop, hoor. Kijk hem. Met zijn fucking power attack. Hier, hey. Die krijg je. Godverdomme. Ja, zie je? Het lag gewoon, aan een poppetje. Een poppetje. Een worstelsukkel. Ja, daar kijk je natuurlijk nooit op mee. Zie je, het lag niet aan mij. Je hebt de fucking arm. Het lag niet aan mij. Gek. Telt er helemaal niet. Kijk, ja, Tieten. Je hebt JJ-Tieten, man. JJ-Tieten. Oh, kijk hem dan. Fucking full-on Ginsu Force. Zag je wat hij deed, jongen? Ja. Hij ging even announcen dat hij iets heel cools ging doen. Maar het mooiste vond ik nog dat hij voor mij gewoon onderdoor super mis, ja. Oké, okay. I'm a roll. Huh? Dat was een counter. Lipe. Oh, crap. Ja. Zou de dieven zijn. Lee. Dit was easy. Dit was easy. Dit is een goede, dit is een harde papi. Hoe heette deze ook alweer? Iron Man. Bonnie Clark. Maxima. Jezus. Je hebt gewoon met Maxima. Oh, ja, member selection inderdaad. Maxima, dat is wel een hele lauwe naam. Ik denk dat ik op dit moment heel even voor Terry Bogard ga. Terry Bogard. Nice. Dat is echt een hele coole karakter. Daar verwacht ik veel van. Ja. Terry Bogard en Ralph Jones. Op een beach resort. Dit is wel toepasselijk, vind ik. Waarom precies? Omdat ze een mouwen bloot hebben. Dat is wel fijn bij een beach resort. Nee, maar ik bedoel, dit ziet er toch uit als fucking California of zo. Die gasten ook. Kijk hem. Oh, wat? Kijk hem dan. Moeilijk hard beuken. Toch ga ik de hele tijd een beetje naar die... Hey joh, kijk hem dan. Vuur. Oh. Ah ja, ik stond net in de fik, man. Hier. Flame on! Oh, lijp. Kijk hem dan. Hey, ik heb... Toch is naar achter wel iets met defense. Zie je dat? Nou, maar what the fuck? Ik probeer dat. Kom. Hey, jij, we kunnen dezelfde. Ah! Snikkel. Hufte. Ah! Boom! Nee! Fuck jullie allemaal! Jij hebt gewonnen! Yeah. Oh. Jij hebt gewonnen. Doe rustig. Je hebt gewonnen. Kijk hem staan. Heel pim. Ik krijg hier last van mijn hart van deze shit, hoor. Het is wel echt de uppercut the game, deze shit. Ja, die van mij doet, dat is een inverted uppercut met zijn voeten. Een uppercut. Kijk dit. Dat is dope. Ja, stop man. Ja, kijk hier dope zijn, op dus je eddy. Nou, dat krijg je niet, toch? God. Kijk, dat is mijn cheese move. Echt? Zie je dat? Die is echt een reach, jongen. Boom, nee. Nee!
Zag je dat? Ik dropte op je Anu. Terry Bogard is een nerd. Love deze boy. Ralf, je wint niet van Ralf, man. Je komt niet fucking met Ralf, man. Ja, sterker nog, Ralf. Ralf is verleden tijd. Kijk je naar de toekomst. Love fucking Ralf, man. Deze man, nee. Heiden. Heel eng mannetje ga ik nu pakken, hoor. Met een heel eng kleurtje ook. Oh, Robot Dino. Heb je een cape? Het is niet de echte Dino, volgens mij. Daan komt eraan. Die zegt dat we moeten stoppen. We zijn net begonnen. Na 7 minuten. Fucking 10 minuten. Na item van 7 minuten. Je moet stoppen. Ja, oké. Uit. Dit is wel impressive, hoor. Wat ik hier zie van jou. Oh, die heeft een lange been, maat. Ja, je had het over reach. Row! Zag je? Nee. Hij probeert even gronden zonder geluid te maken. Oh, vies buik. Beetje mannenhuggen. Ja, je had gelijk, man. Die fucking dinosaurussen, worstelaars, fuckers. Ja, godverdomme. Die kunnen niks. Behalve dit. Ja, dan ga ik echt niet in één keer dood, gelukkig. Maar... Ah! Snikkel! Vieze trut! Godver! Echt, die headbutt is ook zo kut. Maar wel sterk. Oh, fuck. Kijk nou. Godverdomme. Hou eens op. Vieze buttermasher. Ik krijg er helemaal niks aan. wat ben jij aan het doen? Ik ben even mad combo's aan het pompen. Dat zien we. Ik weet niet wat hier gebeurt. We waren echt mad combo's, man. Ik begin het niet leuk meer te vinden. Play one. De threshold is bijna bereikt. Ja, 5 potjes zijn ze daar ongeveer. Dus ja, dat klopt wel. Dit is de 5e namelijk. Toch Ramon. Ja, jij had een Heiden, hè? Die had je al. Heiden, ja. Jörg Heiden. Oké, nu moet ik echt... Eating babies and de shit. De allergrootste douchebag hebben of de allergrootste kawaii. Whip. Dat was een douche. Oh, dat is een coole dude. Die is nog wel cool. Dat is ook echt een ass. Dit is sowieso een ass. Best wel veel coole characters. Ik ga je gewoon je ass woepen. Met. Nee, dit is een coole chick. Athena. Ook vet. Voor deze legs. Legs. Oh, dit is een andere heb je nu gekozen. Ja. Ik ga voor deze. Sakazaki. Zaki. Zaka Construction Site. Ik ben een fitness. Jij ziet er ook wel uit als een douchebag, hoor. Nee, maar ik ben dat is ook zo, want elke fitness instructor is natuurlijk eigenlijk een douchebag. Kijk hem nou, ik laat je de reet zien. Verbaas me niks bij kom hem. Dan maar. Kom dan reden. Maar. Oh, deze is echt heel snel. Ja, ik wou net zeggen, fuck! Jij ook, maar... Pa, 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 pa. Eddie Gordo. Hop. Zie het butje. Deze guy. Oh! Oké, hij kan wel trappen. Ik weet niet. Oh, wat jammer! Zij deed die ass move, zag je dat? Nee. Maar, ze vloog met de ass naar je toe. Geil. Wie deed dat nog meer? Was dat Chun-Li ook? Wacht, ga eens naar achter. Moet je kijken hoe die van mij rent. Tom Cruise. Nog een keer, Tom Cruise. Woep. Zie je? Ze heeft die ass move, even kijken, hoe doe je waarom kijk ik inderdaad eigenlijk alleen maar naar mijn eigen character in Fighters? Dat is heel grappig, dat bedenk ik me nu pas. Wat? Ja. Je kijkt toch juist naar de... Ik kijk naar mijn fighter, dat is heel weird. Daarom ben ik niet goed. Dat klaar de hoop, ja. Ik zweer het je. Ik heb
nu pas door hoe een fighter werkt. Namelijk, je moet naar de enemy kijken. Godverdomme, nog één potje. En dan krijg je die in je bek! Ah! Kut game. Het is een hele makkelijke game. Daarom kan jij het. Het is te makkelijk voor jou. Het is te makkelijk voor mij, deze game. Even kijken. Ja, kut. Ik heb je al met een meisje verslagen. Ik heb je al met een dino verslagen. Nu doe ik met Dolores. Andy is al. Terry Bogard en Andy Bogard. Denk je dat Andy... wat is dus de gender he assumed? Ik denk dat dit gewoon een... Mixed, toch? Ik weet het twee? Niet. Misschien ik deze ook wel? Ik weet het niet zeggen tegenwoordig. Ja, ik wou het zeggen. Het is allemaal zo metroseksueel. Ik weet het niet meer. Ik wil de meest genderfluid person er even uit pakken. Deze niet. Deze is ook wel... Die met die bril. Okay. Twee naar rechts. Die? Dat ziet er wel ook uit als een goede Karen, hoor. Goede Karen, dit? Ja. Zie? Zo. Met een pakje uit de jaren 70. Lijp. Die niet meer past. Nou, dit wordt wel het gevecht van de eeuw. We hebben de genderfluid Karen versus de gemarginaliseerde minority. Precies. Kijken wie er gaat winnen. Wel vette moves trouwens. Upsky. Vette kleding. Dit gaat hem worden. Kijk nou, ik ging... Hier, ik heb echt heel veel vuur in mij. Ik zit op mijn vuur, man. Ik zit op mijn vuur. Check die head op de achtergrond. Ik dacht wel dat ze fucking zou kunnen springen en... Met die benen. Ja. Met die benen van de... Maar kijk, hier, let op. Wacht even. Ik raak je niet, man. Ja, ze staat meteen stil. Ja, maar dat heb ik dus... er is geen... Kijk, hem dan lopen, maat. Maar je hebt niet een run attack. Ja, ze lopen allebei zo. Oké, hier, loop eens achter me aan. Het is net alsof je creep bent naar de fucking club. Kijk maar. Ik was wel aan het verdedigen net. Wat? Ja, joh. Wat deed zij dan? Verdween, maar toen zet ik je alsnog in de fik, maat. Nog een keer. Nog een keer die fik. Koude vuur. Ik heb fucking... Zij doet ook iets op de grond spannen. Zie je dat? Kijk, hier. Juist hem. Dat ben ik, denk ik. Godverdomme, cheeseball. Slime Rancher. Wat een kut game. Smerige stakker die je er bent. Ik heb geen principes, nee. Daarom. Ik kan niet verliezen, Jelle. Ik heb geen principes. Nee, dat is... Ja, nee, dan ben ik off guard en dan ben je maar echt hard aan het buiken nu ook. Punish. Ik word gepunished, inderdaad. Fuck you. Jezus Christus. Ja, die had ik wel... die had ik wel... Fuck! Gesammeld, hoor. Car game. King of Fighters. Kopen, ik heb slopen. Het aan mijn hart. Ik zeg 100% kopen. Deze slopen. Game. Dit is en iedereen game. Die daar die wint, die sloop je liever nog prachtige harder. Prachtige karakters. Goed inclusief. En gewoon een hele vette fighter. Ik denk dat het de beste fighter is ooit gemaakt. Dat weet ik zeker van niet. Maar het is een vette fighter, inderdaad. En je hebt het al gezegd, met vette characters, coole. Ik vind het niet per se heel erg 2022 artstijl. Nee. Jammer, King of Fighters gaat niet om de art. Ja, weet ik veel, maar het ziet er gewoon niet heel slick nou, uit. Ik ken gewoon King of Fighters van vroeger. Dat was, maar toen was alles sprite-based, weet je wel. De Marvel versus Capcom, King of Fighters, natuurlijk The GOAT, Street Fighter 2, naar mijn mening. Winrate heb jij gewoon 83%. Ja, valt nog tegen. Heel slecht. Wil je nog iets zeggen over deze game? Nou ja, dat niemand dit ooit moet gaan spelen, tenzij je beter bent dan Koos. Kom een keer naar kantoor om Koos te worden. Je hebt het dus over dat bijna iedereen deze game moet gaan spelen. Ja. Oké. Okay. Nou, je hoort het bij deze. Spelen. Nee, ik heb een hekel aan fighters. Wat een fucking crap, zeg. Ha.